Nou, we zijn aangekomen in Lissabon. Oh. Ondertussen ben ik hier een beetje rondjes aan het, draaien op een karretje met Gil. Ja, want we moeten een uur wachten op de vervoer naar het hotel. En dan is het nog 3 kwartier rijden. Het scheelt dat de zon schijnt. Maar het is niet heel erg fijn dat wachten. Haatjes. Gelukkig dus we zijn ons nou een beetje aan het vervelen. Oh, ik heb wel een beetje... Oh! We zijn eindelijk aangekomen in ons hotel. Het is best mooi. We hebben hier een balkonnetje. Een zwembad. Een zwembad? Ik zie geen zwembad. Maar ik zit een paar deuren verder. En... waar gaan we zo eten? Pasta? Pasta. Nou, als je hier, nou, de McDonald's als je is hier om de hoek. Zie je de McDonald's? Oh ja, McDonald's is... kan je dat zien? Ja, daar. Hier zo. Ja, dat is een gele M. Dus Justin houdt daar wel van. Ah, dit is de kamer. Nou, ik laat mijn kamer zo direct wel even zien. Nou, ik heb net mijn single gespeeld tegen Slowakije en helaas verloren in 3 sets. Echt balen, maar en in de eerste set, ik kreeg zo'n droge keel, ik kon gewoon niet goed ademen. Dus dat was zo. Dat was nogal vervelend en ja, de eerste set kon ik echt niet... ja, mijn slagen onder controle houden omdat ik zo bezig was met mijn ademhaling. En gelukkig ging dat over. En toen ging het dus in de tweede set beter. Ik had de eerste set verloren met 13, 21-13. De tweede set had ik gewonnen met 21-14. Dus die ging ook veel beter. Ik zat beter in de rally en mijn clears kreeg ik dieper achterin. En toen moest ik de derde set. En de derde set ging echt gelijk op. De stand elke keer. En tot, denk ik, een stand van 16-16. Maar toen sloeg de vermoeidheid bij mij een beetje toe. En ja, kreeg ik steken in mijn buik. En toen begon ik foutjes te maken. En toen stond het alweer 20-16. Dus dat was echt zonde. Ja, op zich heb ik wel redelijk goed gespeeld. Gezien mijn conditie nu. Maar ja, was wel jammer. Ze dus had wel meer ingezet. Maar ik ben wel blij dat ik gewoon lekker heb gespeeld. Mijn stem zit zo vol met slijm. En ik krijg het er niet uit. Zo irritant. Over stemmen gesproken. Ik heb jullie stem heel hard nodig. Want ik ben namelijk genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar in Arnhem 2014. Nou is daar een speciale jury voor en die kiest dan de winnaar. Maar er is ook een publieksprijs en die zou ik heel graag willen winnen natuurlijk. Dus bij deze vraag ik jullie allemaal om te stemmen op mij. Ik zal de link in de beschrijving zetten. De sportverkiezingen in Arnhem zijn op 22 april volgens mij.
Dus tot die tijd kun je op mij stemmen. Vraag alsjeblieft ook je vrienden, familie, jouw netwerk om op mij te stemmen. En dan hopelijk mag ik de prijs in de wacht slepen. Net zoals de titel Sportvrouw van het jaar 2014. Dus ja. Ik denk dat ik maar gewoon eventjes lekker in de zon ga zitten. En ga genieten. En hopelijk doet de zon mijn keel, mijn hele gesteldheid goed. En ga ik straks ook even lekker douchen. Het is zo lekker weer. En de jongens zitten ook buiten in de zon. Ik had in mijn vorige vlog gezegd dat ik wilde gaan afstuderen in februari, maar dat is niet gelukt door een ander vak wat ik nog moest halen. Maar nu is mijn afstudeerdatum dus in maart. Dus als ik thuis kom, dan ga ik echt pikkelen aan mijn scriptie en dan daarna weer toernooi spelen. Wat voor toernooi spelen? Ik heb Roemenië. Volgende week. Een paar dagen weer in Nederland en dan gaan wij woensdag naar Roemenië toe. En dit is Nadia. Hallo! Nou, dus ja, bij deze sluit ik de vlog af. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Doei doei!